Hey, goeiedag, daar zijn we dan. Met een nieuwe serie. Ik heb mijn bootje aangelegd op de steigers van Oldlands, Small Farms. En ik ga op deze map een tweede serie doen. Gewoon een leuke Let's Play serie. Ik had laatst al een keer verteld, ik ga op Twitch, heb ik even een mooie streampauze genomen. En het bevalt me nog steeds, die pauze. En dat hou ik ook zo. En daarmee heb ik dus ook meer tijd gecreëerd om extra dingen te doen. En ik heb toen ook al gezegd van ik wil een extra serie gaan doen waarschijnlijk. Ik ben natuurlijk met mijn tweede YouTube kanaal ook begonnen. BZ3D Prince. Nou ja, op de achtergrond ben ik daar ook al bezig met allerlei opnames. Dus daar komen de eerste video's ook binnenkort. En er komt dus een extra serie hier op Farming Simulator. Eerst kijk, als het goed is heb ik daar een auto staan. Jo. Ik heb hier op deze map een boerderij opgekocht. En deze auto die zat er toevallig bij. Nou, dat is hartstikke mooi. Anders moeten we weer lopen, maar met taxi of weet ik veel wat. En nu kunnen we gewoon mooi met de auto richting de nieuwe boerderij. Nou, de bedoeling van deze serie wordt gewoon een leuke Let's Play serie. Niet al te lange afleveringen, niet te veel gedoe. In eerste instantie. Ja, goed, mij kennende kan daar best eens gaan veranderen uiteindelijk. Het wordt niet een roleplay serie, denk ik. Althans, dat is niet de eerste intentie, want ja, dat kost wel heel veel tijd. En ik heb wel tijd, maar niet dat ik bakken en zeeën vol tijd over heb. Ho, even met je autootje. Voorzichtig ga jij. Dus we gaan gewoon een leuke Let's Play serie maken. Op deze map. Ik ga straks al in mijn flyover doen. Dat jullie een beetje kunnen zien hoe deze map eruit ziet. Zijn we kleine veldjes, grote veldjes, middelmatige velden. En een hele mooie boerderij met een vrachtje gereedschap erop. Vooral is dat ik deze boerderij gekocht heb. Overgenomen van iemand. Inclusief materiaal en machines. En wat landerijen. En we gaan eens lekker aan de slag hier. Kijk, want dit land hier rechts is al van mij. Daar staan geen beesten nog niks in. Alleen maar gras. En daar zien jullie al de contouren van de boerderij. Waarop wij deze map gaan spelen. Hartstikke mooi boerderijtje. Hij is standaard op de map. Is al een leuke boerderij. Ik heb nog wat kleine aanpassingjes gedaan her en der. Want het hele veld lag vol met steen. En daar stonden boompjes en nou ja, van alles en nog wat. De mensen die deze map ook gaan spelen of spelen. Je zult wel zien dat ik wel wat dingetjes veranderd heb. Als je dat ook wil, moet je dat zelf doen. Maar daar zijn we dan. Dit wordt onze nieuwe boerderij. We hebben hier een mooie koeienstal. We hebben hier een schuurtje waar we niks mee kunnen. Dat is gewoon decoratie. We hebben ons huis. Nou, je ziet er al wat trekkers. Ze komen zo meteen wel bij. We hebben hier achter in de schuur hebben we nog plek voor wat schapen. Nou, zo leuk. Kunnen we ook mooi mee aan de gang. Hier is hier verstopt achter deze deuren. Hier kunnen we schapen mee doen. Hartstikke goed. Gaat vast wel wat mee gebeuren. En hier het stukje verderop. Daar staat nog een mooie koeienstal. Zullen we eens even kijken. Nou, die is helemaal leeg als het goed is. Op een trekker na. Een all-enter voermengwagen. Hier moeten we koeien in komen gaandeweg. Nou, zo net bij het oprijden zagen jullie hier al de sleufsilo. Mooi dicht aan de weg. Mooi makkelijk bij. En dan gaan we hem achter de schuur kijken. Kijk, vandoor ligt de mesplaat. Nou, ligt dan een beetje mest in van de vorige eigenaar. Nou ja, niet mest van de vorige eigenaar. Van de koeien van de vorige eigenaar natuurlijk. Een veewagen. Een hele mooie zelfrijdende stronttank. Die gaan we ook eens even mee aan het proberen. Mest silo. Zit ook nog een fratje mest in van de koeien van de vorige eigenaar. En hier wat kapschuurtjes. Met daarin een oude combine. Nou, dat is wel handig. Een keepertje. Een trekker, een pers, een hark zie ik. Dit is een mooie Mazzy 188. Een mooie dikke Renault 110, 54. En een Duits, een Agrostar 6.38. En voor mij hier om het hoekje kijk, dan zou je misschien. Nou ja, dat zijn de machines die erbij zitten. Gaandeweg zullen daar nog wat een en ander bij gaan komen. Maar dit is waar we de serie mee gaan beginnen. En waarmee wij het ongeveer moeten gaan doen. Geld staat op dit moment op 190.000. Maar geld is niet per se heel erg een ding waar het in deze serie een rol gaat spelen. Ik zal de tijd ook gelijk even op 5 zetten. Want dan gaat de dag tenminste ook een beetje snel voorbij. Maar ik zie wel even met geld hoe deze serie zich gaat ontwikkelen. Ik wil wel, als ik wat wil kopen, dat ik dat kan kopen. Zodat we een beetje voortgang kunnen krijgen. We gaan wortelen ook doen op deze map. En verder resten wat dieren en we zien het wel. Dan qua velden. We hebben hier één groot veld met tarwe. Nou, tarwe is klaar om te oogsten. Hartstikke mooi.
Kunnen we daar ook mee aan de slag straks misschien wel. We hebben hier een veld met gras en een hek. Kan een hek open? Ja, dat kan. Dit is van mij. Dus, maar hier kunnen nog wat dieren in als moet. Staat mooi omheind. En we hebben verderop... Wacht, ik kan beter naar de kaart gaan. Dit is de kaart. Nou, mooi overzicht. Hier mooi in het midden hebben we onze boerderij. Met daaromheen alle velden. Hier bovenin, dat was die pier waar ik net wegkwam met mijn autootje. De winkel zit hier mooi centraal. De verkooppunt zit allemaal mooi hier in het dorpje. En de velden eromheen. Nou, zijn van alle maten wat aanwezig. De landerijen die wij bezitten. Dit is de boerderij. Veldje 1 natuurlijk. Veldje 2, 3 en 4. Dit is veldje 2, wat ik zo net liet zien met de gras met de hek nog omheen. En dan zitten hier nog twee velden, dat is ook met gras. Veldje 5, dat is dat veld met, stond er nou, tarwe. Is ook van ons. Hierachter zit een mooi klein veldje. En veldje 30 is ook van ons. En volgens mij stond daar ook een gewas in wat klaar is. Dus dat een beetje. Kijk, wat was het nou? Ja, tarwe. Dus dat zijn een beetje onze velden. Dit is ongeveer de boerderij. En wat ga ik nu? Ik ga nu nog eventjes de lucht in. En dan kunnen jullie even in vogelvlucht zien hoe de map er verder uitziet. Hoppakee, daar gaan we. Nou kijk, dit is al een mooi overzicht van de boerderij. Dat is best wel een hele mooie boerderij qua ligging. Leuk aangelegd. Niet heel veel ruimte om uit te breiden. Of je zou wel hier dat veld met tarwe op moeten gaan. Wat op zich prima optie is natuurlijk. Maar voor de rest mooi overzichtelijk. En zo ziet de map er van boven een beetje uit. Deze drie velden. Die zijn dus ook van mij. Dat zijn velden met gras. Dit is een veld met gras. Nou, ik denk dat we die op een gegeven moment gaan omploegen. Dat we daar wat in gaan zaaien. Want dit is ook al gras en omheind. Dus daar komen we mooi met dieren aan de gang. En daar hebben we dat veldje nummer 3 was dat. Deze hier tegen het dorpje aan. Dit is ook veldje van ons. En daar staat ook een gewasje in. Als ik daar overheen ga. Ja, kijk. Haver. Klaar om te oogsten. Dus dat is een mooi compact veld. En hier is het dorpje. Met hier weer de winkel. Mooi centraal gelegen. En alles mooi compact dicht bij elkaar. Niet te groot, niet te klein. Maar eigenlijk net perfect voor een leuke kleine Let's Play serie. Met niet te veel pushbash. Nou, kijken we nog even die kant op. Daar hebben we nog de BGA. Geen idee of ik daar wat mee ga doen deze serie. Want ja, het is allemaal klein spul wat ik heb. En zo'n BGA, dat is direct wel weer heel groot. Als ik al wat met BGA ga doen, dan zal dat waarschijnlijk zijn dat we zelf een kleine BGA gaan doen. Her en der staan wat bossen en bomen. Nou ja, misschien dat ik zin heb dat ik daar nog wat mee ga doen. En hier in deze hoek, wat hebben we hier nog? Ja, weinig. Hier stond oorspronkelijk op deze plek een grote boerderij. Maar die heb ik weggehaald, daar heb ik ook een bos van gemaakt. Daar zit nog een stuk land. Nou, misschien dat we daar ooit wat mee kunnen. Daar hebben we nog een gebouwtje. En hier is het einde van de map ook al. Ik zag daar, die auto's die rijden daar gewoon dwars door die dijk heen. Zie je dat? Het kan allemaal. Ja, nou zitten we hier. Ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil naar de boerderij. Nou, dan kunnen we gelijk vol aan de slag gaan als we wilden. En ik denk dat dat gewoon op dat kleine veldje wordt. Dat we daar eens even mee beginnen vandaag om dat veldje te gaan oogsten. We hebben in ieder geval nog even wat gedaan. En ik wil deze aflevering dus niet te lang maken. Ik heb met No Man's Land de competitie. Dan loopt het nog wel eens wat uit de hand. En hebben we af en toe een aflevering van bijna 3 kwartier. Dat gaat hier, als het goed is, niet gebeuren. Eerst kijk, er staat een deel klaar. En dan gaan we die kant dus op. Ik ga proberen een beetje zoveel mogelijk realistisch te spelen. Ik heb alleen de manual attachment er niet in staan. Misschien is dat wel leuk, misschien is dat niet leuk. Dat is dus direct iets wat jullie kunnen laten weten in de reacties. Moet de manual attachment er ook nog bij in? Of hebben jullie zoiets van, nou, laat maar, dit is wel mooi zo. Nou, dus eerst een beetje oud spul apart. En daar blijft dat denk ik ook wel bij. Want ja, het zijn ook niet zulke hele grote velden. We hebben ook geen heel verschrikkelijk dik spul nodig. En we zien wel hoe ver we hiermee komen. Als het goed is, moet ik die kant op. En dan zal ik ergens bij dat ene veldje uitkomen daar in het dorpje. Nou, daar heb ik dus mooi verkeerd. We moeten dus de andere kant op. Ook wel dom. Kijk, het dorpje zit daar rechts van ons. Dus we moeten niet rechts van de boerderij weg, maar links van de boerderij weg. Die kant moeten we zitten op. Dit ding gaat trouwens niet heel bar snel. Hij zou 25 moeten kunnen, hij rijdt maar 20. Ja, dat is niet anders. Hij heeft ook al 600 uur op de klok, dus het beste is er ook wel vanaf. Nou, we gaan dus ook met dieren aan de gang. En zoals jullie inmiddels denk ik wel weten, zorg ik altijd dat ik eerst het spul voer, het voeren voor de dieren en zo allemaal op orde heb.
We gaan eerst zorgen voor stro, we gaan eerst zorgen voor hooi, we gaan eerst zorgen voor wat kuilvoer, grasbalm voor de schapies. En daarna gaan we pas dieren kopen. Nou ja, dat zal een paar afleveringen duren. Oh, de bocht om. Maar uiteindelijk gaat dat wel om. Maar dat vind ik zelf altijd wel... zonde van die auto's. Wacht nou, voorzichtig. Maar ik vind het zelf altijd wel het leukste om eerst te zorgen dat je dat allemaal op orde hebt voordat je dieren in de stal drukt. Want ja, anders zijn die beesten helemaal niks tevreden. Hey, kijk, dan is dit het veldje waar het om gaat. Kijk, mooi klein compact veld. Dan moet de maaibordkar, waar kan ik die kwijt? Die zou ik hier wel kwijt kunnen. Dan moet ik alleen even kijken welke kant ik hem moet aankoppelen. Ja, kijk, dat is net deze kant. Dus we moeten hem keren, want anders dan krijg ik hem niet aangekoppeld. Of ik moet al een stukje verderop gaan staan. Oh, misschien dat als ik hem hier neerzet. Ja, tuurlijk. Kijk, rijden we naar verkeersbord gewoon omver. Want dat kan gewoon. Dan zet ik hem hier neer, want ik wil niet altijd verkeer tegenhouden. Want dan krijgen we hier een enorme file. Dus ik kan net naast het veld rijden, dan kan ik hem dan wel aankoppelen. Hoop ik. Zo, we gaan het proberen. Achteruit langs die boom. Niet door het veld heen, want gewasvernietiging staat wel aan. Kijk, hartstikke pro dit. En dan koppelen we hem aan. Klok, klok. En dan kunnen we gaan combineren met onze oude Dominator. Echt wel een oud beestje. Waarom heb ik nou weer voor zo'n oud beestje gekozen dan? Hier ben ik waarschijnlijk ook weer een eeuwigheid mee bezig. Nou is dat op zich niet zo heel erg, maar... aangezien ik zei dat de aflevering niet te lang zou gaan duren... dan moeten we er ook niet te lang mee bezig zijn natuurlijk. Oké, mag ik hem ook uitklappen deze? Ja, zeker moet dat. Uitklappen. En... krijgen we ook stro? Ik denk dat we zo wel stro krijgen. En dan gaat de eerste oogst op de nieuwe map, op de nieuwe serie plaatsvinden. Mooi vlotje haver. Nou, we hebben geen paarden, er komen geen paarden. Dus dat haver, dat kan gewoon lekker verkocht worden. Dat is wel mooi. En we krijgen hier een mooi vlotje stro van. Dus we kunnen hier uiteindelijk ook mooie baaltjes van persen. En een beetje stro voor de koeien. Nou, dat best zo. Vult nog niet heel hard. Maar ja, voor mij is de bemesting ook niet echt optimaal op dit veld. Dus dan is dat ook logisch. Wat is het handigste? Ik denk gewoon in mijn koppakket hier. Hè. Mooi hier de bocht om. Kijk eens aan. Dat is zo mooi. Nou, en ik heb dus ook nog geen idee hoe lang deze serie zal gaan duren. Misschien zijn we na 10 afleveringen wel alweer helemaal klaar mee. Dat we alles alweer gedaan hebben. Wel, denk ik niet, maar je weet het maar nooit. En misschien wordt het wel toch een soort van roleplay serie. Uiteindelijk gaat dat toch groeien. En wordt dit een langlopend iets? Ik weet het nog niet, we gaan het zien. Ik wil gewoon hem leuk een tweede serie erbij maken. Want ik merk ook dat mijn YouTube kanaal die heeft daar wel behoefte aan. Ja, klinkt heel stom, maar het is wel zo. Natuurlijk elke zondagmorgen om 10 uur de No Man's Land competitie. En die wordt dan heel goed bekeken. En dat is zondag goed en maandag goed en dinsdag goed. En dan woensdag, nou, dan is het eigenlijk alweer aan de top. Dan heeft iedereen die hem hard willen kijken, die hem alweer gekeken. En dan merk je gewoon dat YouTube eigenlijk zoiets heeft van, nou, kom maar op met een nieuwe video. Een nieuw stukje content. Want je kijkers die zijn uitgekeken. Die wilden weer wat nieuws zien. Nou, en dan hoop ik dat deze serie dat gaat een klein beetje kan opvullen. Het is natuurlijk heel wat anders dan de competitie. We hebben niet echt een doel. Behalve dan de boerderij goed onderhouden. Zorgen voor beesten en dat soort spul. Maar voor de rest gewoon leuke let's play. Leuk met oud spul op paard. En een beetje realistisch spelen. Nou, ik heb er nog heel even aan zitten denken om dit ook met facecam te doen. Maar zoals nu ook, misschien kunnen jullie het wel een beetje horen naar mijn stem. Ben ik weer hartstikke verkouden en ziekig en griepig en niks niet op streek. En dan zie ik er ook net zo uit zoals ik dan klink. En dat is niet fijn op de facecam. Dus ik denk van, nou, dat laat me mooi achterwege. En dan kan ik ook gewoon een keer gewoon in mijn pyjama en ongekamde haren hier rustig zitten opnemen als dat een keer zo uitkomt. Is ook wel zo prettig. Ja, we zien het nou bij Kees met Jan, die heeft het er wel bij. Het is een hartstikke leuke toevoeging met facecam. Het is ook alleen weer extra editwerk en dergelijke. En je moet er altijd een beetje netjes op staan. Allemaal extra dingetjes, wat weer extra tijd kost. En, nou, dat wou ik een beetje voorkomen eigenlijk. Ja, tijd is nog steeds een dingetje. Er is wel wat extra tijd nu, maar... goed, net zoals altijd.
moet ik ook rekening houden met mijn gezin, met mijn werk. Ik ben nog steeds heel veel aan de studie en zo. En gaat hartstikke leuk, hartstikke top. Alleen, dat kost zoveel vrije tijd. Maar dat geeft niet. Maar daarom ga ik proberen deze afleveringen niet te lang maken. We nemen bijvoorbeeld No Man's Land, dan nemen we een uur video op. En als ik dan heel veel aan het praten ben en we zitten lekker in de game, dan ben we soms een uur en een kwartier of een uur en 20 minuten met opnemen. En dan gaan we editen en dan blijft er gewoon een half uur, drie kwartier over. Kost ook heel veel edit-tijd en hele lange video's. En dat hoeft niet per se. Dus ik mik een beetje op afleveringen van kwartier à 20 minuten. Dat is mijn intentie voor deze serie. En dan kan ik ook misschien eens vaker eentje extra doen. In plaats van één keer in de week. Maar dan ga ik wel proberen één keer in de week een aflevering online te zetten. Idealiter zal dat op woensdag zijn. En hoe laat weet ik nog niet. Maar dat zien we wel, dat weten jullie nu wel natuurlijk. Want ja, jullie kijken nou deze video. En dus weten jullie hoe laat die online is gekomen. En of dat op woensdag gelukt is. Maar we gaan het wel zien. Ik ga een aantal afleveringen alvast opnemen. En dan als ik een stuk of 5-6 afleveringen heb, dan ga ik ze online zetten, zodat ik ook een klein buffertje heb. En dan gaan we proberen hier een leuke serie van te maken. Ik hoop dat jullie hem ook leuk zullen ontvangen. En heb je ideeën, heb je tips, zet het gerust in de reacties. Laat het vooral weten. Hey, leuke mods, laat me dat ook weten. Het is dan niet gezegd dat ik er wat mee ga doen. Maar leuke tips zijn altijd welkom. En kan je ze hieronder niet kwijt, dan kun je altijd in mijn Discord komen natuurlijk. Linkje naar Discord staat wel in de beschrijving onder de video. En ik zal het linkje naar de map ook even in de beschrijving zetten. Het is gewoon een in-game modhub map. Old Lands, Small Farms. Je hebt ook een Old Lands. Big Farms volgens mij heet dat, maar die krijg je gratis bij als je de map download. Oh, het linkje staat hieronder in de beschrijving. En als je nog even aan het koekeloeren bent, druk dan ook gelijk even op de duimpje. Zodat we weten of je dit leuk vindt of niet. En dan weet ik een beetje van hoe dit gaat. Hoe meer duimpjes, hoe beter. Even kijken, het gaat hier om het laatste strookje, lijkt het. Kan ik dit in één keer redden? Wow, dat wordt krab aan. Ik wil wel alle plukjes mee. Ik hoop dat het er nog net in past in die combine. Ja, dat moet lukken. We zitten nu op 84%. Voor mij moet het hele veldje er net mooi in kunnen. Ja, dat scheelt weer. Dan hoef ik hier niet met een keeper naartoe. Kan ik dit hele strookje net mooi zo in één keer meenemen? Ja, dat lijkt het wel op. Dat gaat hartstikke mooi zo. Ja, dan moeten we hier straks even met pers naartoe. En dan gaan we hier nog in baaltjes persen. Dan nemen we onze eerste partij stro. We hebben een mooie vracht haver. Dan wordt het een krab aan 6000 liter, denk ik. Ja, levert onze eerste inkomsten op. Dan gaat het toch mooi zo op dag 1 van deze serie. En nog een paar meter te gaan. Het is er gewoon vanaf. Het ding maar houdt. Dat ging best mooi. Ja, we kunnen daar net een beetje door het gat zien dat het bakje mooi vol zit. Dik 6000 liter. Ik ben hartstikke tevreden. Moet mijn bordje weer op de kar. Even kijken. Past dat daar langs de boom? Ja, dat zal moeten passen. Maar voor mij kan ik wel een beetje meer naar links. En dan brengen we dit spul weer naar huis toe. Dan is de eerste oogst toch alweer mooi gelukt. Dan ga ik het thuis alweer lossen. Zo. Klik, klik. Mooi op elkaar. Elkaar weer aankoppelen. En dan hebben we dit toch maar mooi weer gefixt. Oeh, dat was wel heel krap langs die sloot. Donders. Dan manoeuvreer ik mijzelf in een lastige positie. Dat kan ik. Die stroverspreider die moet hem omhoog, anders kan die kaart er niet achter. Ja, zou wel kunnen, maar lijkt wat raar. En dan gaan we weer dezelfde weg terug. Richting boerderij. Kunnen we direct dit hem lossen in de keeper. En dan hebben we het eerste veldje oogst. Dit is eigenlijk ook een mooi veldje om in te zaden met wortel. Dan kunnen we daar ook gewoon gelijk mee aan de gang. Ik heb alleen nog helemaal niks, geen wortelapparatuur, zag ik. Dus dat moeten we de volgende keer maar eens even gaan aanschaffen, denk ik. Maar dan kunnen we dat ook eens even een keer proberen. Want ja, wortel heb ik helemaal nog niet zo heel veel mee gedaan. Maar vind ik, nou, zeker op zo'n mapje als dit, gewoon wel leuk. Mooi klein oogspul met kistjes. Dat vind ik altijd wel wat hebben.
Hier in die velden hier rechts van mij. Nou, dat is mooi omheind. Dan moet ik eigenlijk eens even kijken of ik daar een custom plane in kan maken. Dat we daar mooi wat koeien en schapen in kunnen laten lopen. Want ik heb daar een veld, is omheind. Nou, dit middelste veld hier niet. Ja, die is wel van mij. Die kunnen we wel hem omploegen eventueel. Kijk, en dat veld is ook omheind. Als ik nou eens even zo'n custom plane maak. Voor dieren. Dat perfect in dat veld past. Dan kunnen we daar mooi een vlotje schapen of koeien in laten lopen. Dat is net wat. Dan gaan we er eens mee aan de gang. Dan moet ik wel uitkijken dat ik mij daar weer niet te veel in verdiep. Want voor dat weet zit ik weer net zoals met de Baltic Sea-serie allemaal speciale mods te maken. En dat kost mij weer net te veel tijd eigenlijk. Maar is wel heel leuk. Het maakt het wel even net wat mooier en wat specialer zo'n mappie. Eerst kijk, druk ik deze hier weer onder het dak denk ik. Ja, waarom ook niet. Stond daar wel prima. En dan wil ik de keeper nog even onder het dak weg hebben. Maar dan kan de combine weer leeg. Ja, ik druk hem wel onder het dak, maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want we moeten het andere veld ook nog hosten. Ja, dat is dan niet anders. Die staat daar alweer. Klap de pijp in mijn uit. Die gaat hartstikke goed. En dan pak ik maar gelijk even deze keeper erbij. Dan gaan we gewoon direct de boel hem lossen. Even kijken, welke trekker pak ik daar eens in voor? Wat wordt de eerste trekker die we gaan gebruiken? Ik denk gewoon lekker die Renault. Dan maken we even die combine leeg. Kan die haven, die kan verkocht worden. En dan kan de combine, die kan straks op dat andere veld naar de gang. Dan zijn de velden weer leeg. Hebben we alles weer geoogd. Kunnen we de boel weer gaan inzaaien. Dan gaat het tenminste weer een beetje door. Het is geen hele grote keeper. Ik hoop eigenlijk dat het er allemaal een beetje in past. Zou wat het allermooiste zijn. Dan kan ik intussen mooi kijken waar de haver naartoe moet. Haver, oh, daar hebben we diverse verkooppunten, zie ik wel. Nou, het is mooi dat er meerdere op deze map staan. Beste prijs is bij de Esquirty. Equestrian Farm. Mooi, ja. Waarom zo ingewikkeld? €1758. Maar waar zit dat ding? Kijk, we zitten op de map en die zit helemaal hier onderin. Ja, dat is bij de boerderij links en op de hoofdweg links. En dan moeten we wel komen, denk ik. Zit alles erin? Oh, kijk, dat past makkelijk. Haver 6000 liter. Nou, ik ga dit nog even verkopen. En dan kunnen we een mooi stukje over de map heen toeren. En dan hebben we ook gelijk weer een vlotje inkomsten ervan. Even zien, we zijn hier links. En dan daar op de hoofdweg nog een keer weer links. En dan heel eind doorrijden en dan moeten we wel komen uiteindelijk. Even kijken, hoofdweg linksaf. Gewoon vol gaas, ooglet maar op. En hoop dat er geen auto's aankomen. En dan, oh kijk, ik zie al de grote groene pilaren van onze markering. Ja, daar moeten we dus naartoe. Ja, voor mij hebben we deze map ook zo onder de knie. Het is geen heel ingewikkeld wegennet. Dus allemaal twee keer links, twee keer rechts en rechtdoor en dan ben je er al. Behalve hier op de rotonde. En dan moet je een rondje rijden. Wat een mooie rotonde dit trouwens. Ja. Nee. Oh, donders. Oh, nog één. Oh jee. En nog één. En ze rijden nog allemaal maar door en door en door. Ga mij nou niet klem rijden. Ik vind dat wel leuk verkeer op de markt. Want het zorgt wel voor een beetje levendigheid. Maar het moet me niet verschrikkelijk in de weg zitten dat ik er constant in opknal natuurlijk. Nou was dit uiteindelijk zelf een beetje een eigen stuurfoutje. Maar het verkeer is wel snel hier. Eerst kijk, we zijn bijna bij het verkooppunt. Ik hou wel wat meer rechts. Anders klap me straks weer over een bovenop. Even zien hoor. Hier dan rechtsaf. En dan is daar het verkooppunt. Gewoon helemaal op het uiterste randje van de map zo'n beetje. Even kijken, druk hem er mooi achter u in. Daar. Een hele grote verkoopplaat voor zo'n klein boerderijtje hier. Hij had wel ietsje kleiner gemogen. Oh, zo komen we er niet. Nee, ik denk dat het zo wel een beetje beter gaat. Mooi in de trigger, mooi lossen. En dan verkopen we onze eerste haver. Nou, eens even kijken wat dat op gaat leveren. Ah, toch nog wel weer flink wat eurotjes zo. Kijk, dikke €10.000 aan eerste inkomsten. Nu we hier toch zijn, kunnen we mooi kijken. Ah, kijk dan. Puntjes. Dan zit hier een paardenhandelaar. Nou, dan komt de haver wel goed op plek hier. Eens kijken wat hem hier zit.
Grote schuur. Oh, kijk, ja, er zitten paardenboxen in. Kan ik daarin? Nee, natuurlijk kan ik daar weer niet in. Ik wou dat in verbinding kijken, maar dat gaat dus niet. Oh, dan moet ik hem hier. Kijk, hier zit die paardenboxen. Nou, dan komt het haver goed te pas hier. Dan vreten die paarden dan wel op. Kan ik door dat hekje? Nee, daar klimmen we er overheen. 1, 2, hoppakee. Net zo lenig als waar. Nou, dat was onze eerste oogst, eerste inkomsten. En ook gelijk de eerste aflevering. Ik breng deze trekker terug. En dan gaan we eens even kijken hoe deze serie verder gaat verlopen. Nou, het was allemaal nu nog niet heel spannend. Het wordt ook niet een heel spannende serie, denk ik. Weet ik niet. Misschien ook wel, misschien ook niet. Maar ik wil gewoon in lekker een beetje farming, lekker een beetje let's play, niet te veel poespas. En gewoon een leuke serie erbij. Dat voor degene die graag nog wat extra dingen wil zien, is er weer wat te kijken. Ja, dat is een beetje. Vond je dit nou leuk? Druk dan nog even op het duimpje. Ben je nog niet geabonneerd? Dan wil je ook weten hoe moet. Druk hem op de abonneerknop. En zondagmorgen 10 uur zijn we er ook weer bij. Met No Man's Land, de competitie. Dus kom daar ook zeker even kijken. En dan zeg ik voor nu tot de volgende keer maar weer. Mooi mooi.